daar ben u natuurlijk. Wat leuk dat u er alweer bent. Daar ben u natuurlijk alweer, wou ik zeggen. Want het is omdat u natuurlijk geabonneerd bent op mij. U dacht, ik ga Emiel even bekijken. En toen ineens popte ik zo bij u op. Dan krijg u ervan als u geabonneerd bent op mijn eigen vlog. Want we zijn weer aan het vlogen. Het is natuurlijk weer zover. Misschien dat u ook gelijk. Dat u ook gelijk denkt van, ze gaat weer dat doen. Want dan weet ik nog van de vorige keer, want toen had ze ook dat aan. En dat klopt. En misschien denkt u ook wel van, god, wat heeft ze nou weer aan? Want u hebt het de vorige keer helemaal niet gekeken. Maar dan zal ik dat even uitleggen. Ik heb natuurlijk, naast alles wat ik doe, heb ik natuurlijk ook te gaven. En het is eigenlijk, misschien kent u het wel, want van de Astro TV. Misschien kent u het wel van de Astro TV. En dat ik denk, god, ik zou eens in willen bellen, maar het is zo duur, 70 cent per minuut. Dus dat heb ik dan helemaal niet. Maar dan zit u bij mij gelijk weer goed met de vlog. Want u denkt natuurlijk, ja, waar we zouden zitten uitkijken. Nou, ik ga een kleine korte demonstratie geven. En dan aan het einde ga ik zeggen waarom u hebt zitten kijken. Er zit nu nog niemand aan tafel. En dan denken we misschien, oh, dat is lastig voor mij. Want hoe kunnen ze dan intunen op iemand? Maar je hoeft natuurlijk in de astrale wereld, hoef je niet fysiek aanwezig te zijn. Daar gaat het allemaal over energie. Ja, dat is allemaal energie. Dus ik hoef alleen maar mijn eigen in te tunen op de energie. Nou, voor de mensen die vorige keer hebben gekeken, die weten het al. Dit zijn de vogelenkaarten waarmee ik altijd werk. Kijk, dat zijn de vogelenkaarten. En ik heb dan natuurlijk ook de tarotkaarten. Heb ik natuurlijk ook waar ik altijd mee werk. Nou, wat ik vandaag zal doen, dat is natuurlijk eigenlijk altijd een verrassing in deze energie. Maar ik ga proberen in te tunen op iemand die contact met mij probeert te maken. Dus als u mij een klein moment geeft, dan ga ik even in mijn eigen. En als het te lang vindt duren, kunnen we natuurlijk altijd iets te drinken bij pakken. Kom op maar, want de mensen zitten niet voor niks te kijken. Dus dit werkt niet. Dat is een storende energie. Dus die moet je dan de kamer uitwerken, die storende energie. Nou, dat vind ik natuurlijk persoonlijk geen probleem. Maar goed, zo. Nou, dan gaan we nog een keer, sorry dat het wat langer duurt, maar dan gaan we nog een keer gaan we het proberen. Op uw identiteit die met mij contact wil maken, omdat ik me openstel in al mijn 7 chakra's. De kleuren van mijn aura weet bij te kleuren, zodat ze in overeenstemming komen met uw energie. Treed tot mijn entiteit, want ik stel mijn eieren voor u open. Ik krijg allemaal hele verschrikkelijke beelden, krijg ik allemaal door. Ik krijg heel verschrikkelijke beelden van iemand die volledig, zeg maar, in een claustrofobische situatie zich bevindt. Een heel klein kamertje bevindt ze zich. Het is ook enigszins schremerig, een beetje benauwd en ze ruikt het. Oh ja, zie dat, al die zintuigen gaan er weg. Het ruikt ook heel erg naar een soort leerpoets. Naar een soort leerpoets ruikt het. Het is alsof er een klein flesje met een heel gek goedje open staat. Ik zie ook ineens allemaal tegeltjes zie ik vormen. Tegelvloer, plevuizen. En ja, een benauwde situatie met iets drukkends. Iets volledig drukkends
bovenop zijn. Het is een vrouwelijke identiteit. Ze hebben iets drukkends bovenop de eierenlarm. Met een snoei. Ja, zie, dan denk ik toch, ja, je mag er geen invulling aan geven. Want dan gaan je gedachten in de waai zitten. Je moet het allemaal tot je laten komen. Maar kom maar door. Kom maar door. Ja, 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 ja. Nee, daar wil ik niet naartoe. Nee, daar wil ik niet naartoe. Nee, nee, nee. Kijk, dan denk ik, stap er even uit. Ik stap er even uit. Want wat er dus nu gebeurt, dan voel ik zo van onderuit, voel ik dat opkomen, wat er nu gebeurt. En dat wordt er van bovenaf, wordt dat de ere gestraald. Maar ik denk dat mijn eigen moeder nou weer om de hoek probeert te komen. Dat klinkt natuurlijk ook logisch in een kleine, bedrukte ruimte met iets zwaars bovenop zich. Want er kwamen nog wel eens types langs bij de, zeg maar. Maar goed, ik ga dat contact ga ik dan nu weer loslaten. En dan vraag ik aan de kaarten zo meteen of ze nog iets willen verduidelijken aan wat dit ter betekenis heeft voor mij eigen. En daarvoor moet ik dan eerst de kaarten even gaan lopen schudden. Nou, dan schud ik even lekker de kaarten. En dan vraag ik dus aan de astrale wereld, vraag ik of ze mij de boodschap kennen willen verduidelijken. En dan leg ik zo het dek leg ik zo neer en dan kies ik één kaart die me opvalt en dat is deze kaart. En dan denk ik, wat is het? En het is dit, de staven 2, heerschappij, staven 2. Ja, terwijl ik zag haar eigenlijk maar met één iemand in mijn contact zojuist met haar. Maar nu hebben ze het over twee staven al. Dus ik vind het gelijk heel verwarrend worden. En dat kan natuurlijk ook soms zo werken in met de astrale wereld. Dat ze dan iets willen verduidelijken. Waardoor het eigenlijk alleen nog maar verwarrender wordt. Maar ik moet nou even zoeken in het grote boek. En dan zoek ik hier staven 2. Symbool stelt optimaal evenwicht van energie voor. Het gevoel van soevereiniteit of van zeer op je gemak zijn in je domein. En kijk, ziet u nou hoe het allemaal weer bij elkaar valt? Want ik heb het in de vorige vlog ook al verteld. Ik woon natuurlijk nog steeds in het huis waar mijn moeder ook woonde vroeger. En ja, ik zie haar net dan zo doorkomen en dan denk ik, wat moet je nou? Maar eigenlijk proberen de kaarten mij nu dus te vertellen dat wij met z'n tweeën in een staat van optimale energie zijn. Zij in haar astrale zijn en ik in het stoffelijke wezen hier nog steeds in haar huis. En ik denk dat de kaarten mij proberen te zeggen dat het goed is. Misschien denken we nou van, maar zou je voor mij ook eens een kaart willen leggen? Dan zeg ik ja! Dat wil ik. Dan hoef je alleen maar weer even naar mijn Facebook te gaan. Een berichtje achter te laten. En dan gaan we gewoon lekker zitten met z'n tweeën. Met ook iets erbij. En dan dat ik hem dan voor je leg. En dan kan ik jou in contact brengen met jou astrale wereld. Nou, dan ga ik nu nog even door het boek bladeren. En hoop ik dat u zich abonneert. Dat kun je daar doen. Of daar beneden kan je op klikken. En dat u zich abonneert. En dan volgende week ben ik gewoon er weer voor u. Dat u dan hopelijk ook weer bent voor mij. En laat het dan weten. Want dan weet ik ook dat ik het niet voor niks doe. Schrijf ook als je iets met de kaarten wilt. Ik ga afsluiten. En ik zou zeggen dan voor deze keer maar weer. Toejeledokie. En tot de volgende keer. Maar weer.